Vanaf volgend jaar gaan we op TSM een nieuwe richting beginnen, koel- en warmtetechniek. Daar gaan we ons toespitsen op de moderne technologie. Je kunt dat onderdelen in drie verschillende groepen. De leerlingen gaan het koeltechnisch gedeelte zien, waar wij gaan werken met koelgroepen, airco's, maar ook warmtepompen. Het warmtegedeelte gaat dan ook over het kunnen werken aan gasketels. De leerlingen die gaan ook afstuderen met een koeltechnisch certificaat. Ze gaan een CERGA-opleiding krijgen om te kunnen werken aan gasketels. En we gaan de leerlingen voorzien van een VCA-diploma, ja. Wat de meeste bedrijven vragen. Het is een dubbele finaliteit. Het is een dubbele finaliteit, want er zit ook heel veel elektriciteit in. Er komt ook wel wat berekeningen bij. Hè. Klimatisatie, ventilatie komt er ook bij te pas. De leerlingen kunnen inderdaad ook nog gaan verder studeren, waar ze dan projectleider kunnen zijn voor het berekenen van plannen om zo hun ploegen aan te sturen. Ja, wat is het profiel van de leerlingen die hiervoor kiezen? Het profiel van de leerlingen die komen uit de tweede graad, die zullen 9 op de 10 EMT gestudeerd hebben. Ja, en EMT betekent? EMT, elektromechanische technieken. Ja. Daar hebben die een brede waaier gekregen van verschillende richtingen, mechanica, elektriciteit, pneumatica, hydraulica. En met die kennis kunnen zij een keuze maken, eventueel voor koel- en warmtetechniek.